Goeiedag en welkom bij de laatste aflevering van het COVID-19-journaal voor het jaar 2021. Gisteren zijn de nieuwe maatregelen bekendgemaakt door de instanties. Een van de maatregelen is de avondklok die terug is gebracht naar 9 uur. Dat wil zeggen dat niemand met uitzondering van essentiële diensten tussen 9 uur en 5 uur in de ochtend zich over straat mag begeven. Dit besluit kwam nadat er een flinke stijging te merken was voor wat het aantal positieven betreft. Gebleken is dat in de periode 24 en 25 december er illegale feesten waren waar er sprake was van mass spreading. De controle en surveillance voor beweging van personen op diverse plekken wordt uitgebreid. Handhaving wordt geïntensiveerd. Controlepunten zullen op bepaalde locaties worden opgezet. Er wordt een dringend beroep gedaan op de samenleving dat die zich houdt aan de regels. Ga niet naar feesten, want dat is niet toegestaan. De maatregelen zijn terug te vinden op de website van het BOG en de social media kanalen van Volksgezondheid en de Communicatiedienst Suriname. Voor infectioloog Lieke Wache is de COVID-situatie in Suriname na een lange tijd met weinig positieven zeer ernstig. Dat is te merken aan de enorme stijging van het aantal positieven. Alleen gisteren werden er 240 mensen positief getest, wat het percentage op 26,4% brengt. Wat een paar dagen nog onder de 10% lag. Dr. Wache geeft aan dat de stijging mogelijkerwijs te maken heeft met het Omicron-variant. De situatie in Suriname met betrekking tot COVID is inderdaad nu best zorgwekkend. We zien na een redelijk lange periode met weinig positieve COVID-gevallen dat sinds de laatste dagen de getallen behoorlijk aan het stijgen zijn. De stijging die we op dit moment zien, daarvan denken we dat het waarschijnlijk te maken heeft met de Omicron-variant. Maar met de testen die we in Suriname doen, kan je niet vaststellen welke variant het is. Daarvoor moet sequencing gedaan worden. Dat betekent dat er in detail naar het virus gekeken wordt. Dat kan niet hier in Suriname gebeuren, dat kan wel in Nederland gebeuren. En dit weekend zullen er weer nieuwe materialen, dus testen van COVID-patiënten uit Suriname, verstuurd worden naar Nederland om te kijken of er al Omicron in het land is. We vermoeden van wel, want de sterke stijging die we nu zien, wordt ook in andere landen gezien waar sprake is van Omicron. Dus hoogstwaarschijnlijk berust de stijging hier in Suriname ook op de Omicron-variant. Het Omicron-variant komt met mildere klachten, maar verspreidt zich veel sneller dan elk ander variant. Waarom zouden wij ons druk moeten maken als wereldwijd bewezen is dat je er niet zieker van wordt? Dus het verschil tussen de Omicron-variant en de eerdere varianten is dat het zich sneller van persoon tot persoon verspreidt. Mensen hebben meer virus in hun luchtwegen, zijn besmettelijker en daardoor verspreidt het virus zich heel snel van mens tot mens. Tot nu toe lijkt het erop dat Omicron minder ernstig ziek maakt dan eerdere varianten. Maar u moet zich voorstellen als er heel veel mensen tegelijkertijd ziek worden omdat Omicron zo snel verspreidt. Ook al worden er dan wordt een kleiner deel van de geïnfecteerde mensen ziek, als heel veel mensen tegelijk ziek worden, betreft dat nog steeds veel opnames. Dus dat is waarom we toch bezorgd zijn. Een grote stijging van het aantal gevallen zou toch kunnen betekenen dat er ook weer meer ziekenhuisopnames komen. En het is spannend om te zien in de Surinaamse setting wat Omicron doet op ziekenhuisopnames, dat weten we nog niet. Wat met de feestdagen nog leek alsof we op de goede weg zaten, blijkt nu dat de get-togethers en de illegale feesten voor enorme stijgingen hebben gezorgd. Infectioloog doet daarom een beroep op ieder om zich te houden aan de maatregelen ter voorkoming van nog meer verspreidingen. Het advies naar de mensen in Suriname toe is toch wees voorzichtig. Waar we met de kerstdagen nog allemaal redelijk ontspannen waren en er weinig verspreiding van COVID leek te zijn, zien we dat er nu
echt weer COVID in snel tempo door de samenleving aan het verspreiden is. En dat betekent als u op feestjes bent met veel andere mensen, dat de kans dat u daar met COVID geïnfecteerd raakt groot is. Dus het advies is toch om je zoveel als mogelijk aan de maatregelen te houden. Masker te dragen, niet naar grote massabijeenkomsten te gaan. En je sociale kring klein te houden om te voorkomen dat de verspreiding zo snel blijft gaan. Laten we ervoor zorgen dat we het nieuwe jaar goed beginnen door ons aan de regels te houden. Zo luidt de nieuwjaarsboodschap van dokter Lieke Wache. Nee, ja, ik denk dat ik voor iedereen een hele fijne jaarwisseling wil wensen. Maar wel met voorzichtigheid. Let op jezelf, let op je naasten, je omgeving. Laten we proberen 2022 niet in een nieuwe COVID-piek te beginnen. En probeer op jezelf en op je naasten te letten. De Nederlandse econoom Robin Fransman, 53 jaar, is overleden aan de gevolgen van een coronabesmetting. Hij was oprichter en voorzitter van actiegroep Herstel.nl, die kritisch was over het nut van coronamaatregelen en vaccins. Begin deze maand maakte Fransman via Twitter bekend dat hij het coronavirus had opgelopen. Corona positief, het werd ook een keer tijd, twitterde hij op 3 december. Niet veel later werd hij opgenomen in het ziekenhuis waar hij gisteren overleed. Fransman was bewust niet gevaccineerd en uitte zich op social media kritisch over de werking van de coronavaccins. Met Herstel.nl voerde hij begin dit jaar ook campagne tegen de lockdown en de avondklok. De groep wilde dat de coronamaatregelen zouden worden versoepeld. Directeur van Volksgezondheid Rakesh Kedar Sukul doet in deze aflevering van het COVID-19-journaal een terugblik over het jaar 2021. Wij vragen graag uw aandacht voor de directeur. Het jaar 2021 is haast voorbij. Het is een heel uitdagend jaar geweest voor het ministerie van Volksgezondheid. We hebben in 2021 te maken gehad met 3 COVID-golven. En waarvan de 2 laatste enorm veel gevergd hebben van de samenleving. We hebben door deze golven gezien welke zwakke punten er zijn in het kader van emergency response en in het bestrijden van rampen in het algemeen. Zo weten we waar wij verder aandacht moeten besteden om de zorg te gaan verbeteren. We hebben samen als samenleving ervoor gezorgd dat wij met het behouden van de preventieve maatregelen de COVID-golven naar beneden gedrukt. Wij willen graag alle medewerkers in het bijzonder hartelijk dank zeggen voor hun enorme inzet tijdens deze COVID-golven en waardoor ze gezorgd hebben voor een beperkte schade door deze golven. We hebben eveneens opgemerkt dat door deze COVID-golven de reguliere zorg afgeschaald moest worden en deze reguliere zorg die zal bijzonder aandacht moeten verdienen in de komende periode. Het komend jaar die zal voor ons een jaar zijn waarbij COVID-zorg geïncorporeerd zal worden in het regulier in de reguliere zorg, omdat 2,5 jaar geleden de zorg geen COVID-19 kende. En de zorg die had al uitdagingen. Nu hebben we een extra uitdaging erbij en dat is COVID-19. We gaan dus als samenleving en het ministerie van Volksgezondheid samen er tegenaan
om ervoor te zorgen dat we een betere gezondheidszorg hebben. We hebben al een plan waarbij wij beleidsdoelen uitgezet hebben. Wij zullen aan de hand van prioriteiten de belangrijkste zaken eerder aanpakken en zodoende snelle verbetering brengen aan de zorg in het land. We zijn aan het einde van 2021 en in Suriname gaat dat gepaard met wat meer get-togethers, het afschieten van vuurwerk. Ik zou de samenleving willen vragen om heel erg voorzichtig te zijn bij de komakandras, zoals wij dat kennen, zodat we rekening houden met de verspreiding van het COVID-19 virus. Laten we ervoor zorgen dat we bij deze bijeenkomsten alle maatregelen in acht houden, zodat wij geen explosieve spreiding krijgen van het COVID-19 virus. Tegelijkertijd wil ik een ieder op het hart drukken om heel voorzichtig om te gaan bij het afschieten van vuurwerk. De zorg is aan fragiel. Zorg ervoor dat er niet door onvoorzichtigheid extra druk gelegd wordt op de zorg, doordat er ongelukken zich plaatsvinden. Ook in het verkeer. Probeer heel verantwoord te zijn in het verkeer. Zorg niet voor onnodige ongelukken. Zorg ervoor dat u een verantwoorde bestuurder bent. Hebt u gebruik gemaakt van alcohol? Zorg ervoor dat u bestuurd wordt door een andere. Want het heeft geen zin om onze samenleving in nog meer ellende te dompelen. Dus AUB, uw medewerking, laten we verantwoord dit jaar afsluiten, zodat wij werken aan het minimaliseren van de verspreiding van COVID-19 en het minimaliseren van alle andere ongelukken die gepaard zouden kunnen gaan met onverantwoord feesten. Ik reken op uw medewerking. Ik wil hierbij aan u allen een zalig uiteinde toewensen voor 2021 en voor 2022 een voorspoedig nieuwjaar. De politie heeft woensdagavond een schuimparty met honderden personen gestopt op een privélocatie langs de Suriname rivier. En ieder is verwijderd van de plaats. Er waren grote schuimmachines langs de rivier opgesteld om het publiek, voornamelijk jongeren, te vermaken. Het verwijderen van het publiek heeft zonder incidenten plaatsgehad. Iedereen heeft de plek rustig verlaten. En met dit bericht zijn we aan het eind gekomen van dit journaal. Tevens laatste aflevering voor het jaar 2021. Ik wil u namens mijn mede-collega Amit Binda, de minister van Volksgezondheid Amara Madin, alle zorgwerkers die zich dag en nacht inzetten om de zorg te bieden, maar ook de artsen, het vaccinatiepersoneel, het BOG, het NCT, de mensen die belast zijn met de voorlichting, een goed uiteinde toewensen en een heel veilig en gezond 2022. Wees vooral heel voorzichtig met vuurwerk. We zien elkaar weer op maandag 3 januari bij een andere editie van het COVID-19 journaal. Be safe.